Beste EK-poolers van Unit 4. Nou, hier weer even een korte terugblik op de afgelopen wedstrijd tegen de Duitsers. Ik vind eigenlijk dat de Duitsers op een Nederlandse manier van Nederland hebben gewonnen. Met veel beweging en vrijheid op het middenveld. Mensen die het middenveld instaken, de Hummels die toch echt een aantal keren goed het middenveld instak. Veel beweging aan de zijkanten, maar dat je op het middenveld vonden ze steeds. En ja, toch wel twee goede goals. Je kan zeggen, ja, het middenveld stond erg vrij, Schweinsteiger. Moet een mannetje bijstaan, maar ze hebben daar geen vaste afspraken over gemaakt. Dus misschien moeten we daar maar eens een keer aan gaan beginnen, dat we daar toch vaste afspraken over maken. Was Duitsland zo goed of Nederland zo slecht? Nou, ik denk dat Nederland gewoon weer goed begon. Als wij die eerste goal maken, ja, dan wordt het toch weer een hele andere wedstrijd. Misschien dat wij juist dan weer wat meer zelfvertrouwen krijgen. Nu is het toch steeds de tegenstander die als de eerste scoort en daardoor wat meer vertrouwen krijgt, ja, en toch wat makkelijker gaat voetballen. Je had het net over afspraken maken. Ik las dat Wesley Sneijder heeft gezegd van er zijn geen automatismen meer. Hoe kan dat? Nou ja, je moet je afvragen of er altijd wel automatismen zijn geweest. Want laten we heel eerlijk zijn, het 2K hebben we hele goede resultaten gehaald. Maar het was geen sprankelend voetbal. En, nu spelen we misschien een beetje hetzelfde voetbal. Alleen ja, de resultaten vallen wel erg tegen. Nou, dit was weer de terugblik op de laatste wedstrijd tegen Duitsland. We gaan nu weer vooruit kijken. We hebben nog een kans. We moeten wel met 2-0 twee doelpunten verschil winnen van Portugal. En dan moeten de Duitsers gewoon hun sportieve plicht doen. Laten we daar maar op hopen. Want als dat niet gebeurt, dan maakt het niet eens uit wat we doen tegen Portugal.